In het maken van corrosiebestendige pijpen is het volgende bedrijf gespecialiseerd. Met een wikkelproces worden de buizen gemaakt. Future Pipe is een bedrijf die maakt glasvezelversterkte kunststofleidingen. In de diameters van heel klein 25 mm tot 1400 mm en drukkend tot 50 bar. Wij leveren dat aan allerlei verschillende marktsegmenten. Dat varieert heel erg van olie en gas, powerindustrie, maar op dit moment ook heel veel aan de maritieme sector aan boord van schepen. Het is corrosiebestendig en niet te vergeten lichtgewicht, dus er wordt heel veel gewicht bespaard. De buizen worden gemaakt door een zogenaamd wikkelproces. Het product wordt opgebouwd uit twee componenten, glasvezeldraden, roofing noemen we ze, en epoxyhars. De glasvezeldraden die gaan door de epoxyhars en worden op een stalen kern gewikkeld. Als we voldoende wanddikt hebben bereikt, gaat dat de oven in om het uit te harden. Daarna komt hij op een nieuwe locatie en dan wordt de buis van de stalen kern gehaald. Bij fittingen wordt weefsel toegepast. Er worden dus ook op verschillende mallen gewikkeld. En ook daar gaat de stalen mal met de epoxy en de glas gaat in de oven om ook uit te harden. En daarna wordt de stalen mal weer uit de fitting gehaald. En naast het produceren van standaard buizen en fittingen doen wij ook heel veel prefab van de leidingssystemen. Waarom doen we dat? Dat is om de inbouwtijd tijdens de installatie zo kort mogelijk te houden. Maar ook met name aan boord van schepen zijn de configuraties van de leidingssystemen zo compact dat je niet andere keuze hebt dan speciale items in de fabriek te maken. Stalen leidingssystemen zijn ontworpen voor een levensduur van rond de 20 jaar. Ons product is ontworpen voor een levensduur van 50 jaar. Ja, nieuwe markten zien wij bijvoorbeeld in de geothermie, wat heel erg corrosief is. En dat is een echt opkomende markt in heel Europa. Dus daar zien wij echt mogelijkheden.